Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Galerie De Beaux-Arts in Hezen. Welkom bij deze 16e Horizontaal in mei 2013. Kijkt u mee naar de gevarieerde onderwerpen uit deze regio, die u misschien ook aangaan. Welkom bij deze 16e Horizontaal vanuit Galerie De Beaux-Arts in Hezen van de familie Valkenburg, waar wij weer hartelijk ontvangen worden. We hebben diverse onderwerpen. We gaan praten over Budel on Wheels. Als u van herrie houdt, dan moet u blijven kijken. Buggies en quads, daar gaat het over. En we gaan praten met Frans Bakermans op locatie. Hij was rector van het Joris College in Eindhoven 14 jaar lang en daar zitten wel heel bijzondere kinderen. Frans Bakermans, in Hezen kennen veel mensen jou, want je bent een enthousiaste Hezenaar. Ja. Je hebt afscheid genomen van scholengroep Het Plein. Daar is het Joris College waar we nu zitten onderdeel van. Je bent met pensioen. Mijn vraag is, de laatste 14 jaar, hoe heb jij je stempel kunnen drukken op die scholengroep? Nou, in ieder geval, het is belangrijk dat er een groep scholen is waar alle jongeren tussen 12 en 18 jaar terecht kunnen. Ze nou goed kunnen studeren, goed kunnen sporten, goed vakman zijn of ergens een belemmering hebben of een ondersteuningsvraag. Voor alle jongeren is er plek binnen de scholengroep. En dat vind ik belangrijk dat we dat drempeloos kunnen doen, ondanks dat het allemaal andere gebouwen zijn. Iedereen die jou kent, die weet dat jij wars bent van macht. Maar hoe kan je rector zijn van een school als je geen macht wilt uitoefenen? Nou, er is een verschil tussen macht en gezag. Gezag, dat moet je verdienen, dat moet je krijgen. En in principe ben je de regisseur en heb je het ook eigenlijk wel voor te vertellen. Hè? Want als een regisseur die niks te vertellen heeft, dat werkt niet. Macht is dat je het van bovenaf oplegt en zegt hoe wat en wat er moet gebeuren en hoe en wanneer en wat. Maar met 2000 mensen, Frans, is dat af en toe niet nodig dat je een stempel drukt en zegt zo gebeurt het? Ja, soms moet je gewoon zeggen zo gebeurt het. Maar ik zeg altijd, onderwijs is een ander soort bedrijf als vele anderen. Ik noem dat een mensenbedrijf. En een mensenbedrijf waar het product, dat zijn deze kinderen die hier allemaal zitten, het proces, dat zijn de manier waarop kinderen les krijgen, en dat zijn kinderen van docenten, en de docenten zijn allemaal mensen. En nou zijn mensen... Maar 2000 mensen, 2000 meningen. Ja, maar mensen is toch eigenaardige materie. Daar kun je niet, mensen reageren nooit lineair. Ja. Mensen reageren altijd vanuit hun ervaring, vanuit hun overtuiging en... Ze zeggen soms ook ja, ja, dat is Brabants, dat bedoelen ze nee, hè? Dat is duidelijk. En dat betekent dat je heel erg rekening moet houden met die mensen. Als je, het moet ook iets van hen worden en het moet iets van hen zijn. En dat betekent dat je hen ook in het middelpunt moet zetten. Ik wil helemaal niet zeggen dat je geen knopen moet doorhakken, want dat moet je wel degelijk doen. Ik las vanmorgen nog, dat noemen ze persoonlijk leiderschap, maar persoonlijk leiderschap betekent gewoon ook initiatieven nemen en dan gewoon zorgen dat het gebeurt, want dat is natuurlijk wel zo. Rector zijn van een grote school, middelbare school, betekent ook plannen uit Den Haag. Elke week, elke maand moet het weer anders. Hoe kijk je daarop terug? Ben je daar niet blij dat je dan niet blij dat je met pensioen bent? Nee, daar ben ik niet blij om, maar ik word er wel een beetje, ja, ik word er wel soms wat krikkelig van, zou ik dat zeggen. Wat was nou het slechtste plan uit Den Haag? Nou, er zijn heel veel slechte plannen. Den Haag reageert heel ad hoc, reageert op korte termijn. De politiek wil scoren. Elke dag staat er wel iets in de krant dat we te weinig resultaten behalen, dat we zakken in het PISA-onderzoek, dat we niet opleiden voor technische mensen, dat er te veel leerlingen zitten in het speciaal onderwijs, dat docenten te veel vakantie hebben, dat we te weinig uur maken, daar word je toch doodziek van. Er is geen bedrijfspraak waar de politiek zich zo mee bemoeit als het onderwijs. Nou, daar word ik wel eens beroerd van, omdat het bijna nooit gestoeld is op gegevens en op de praktijk. Het is van horen zeggen van achter het bureau. En dan worden mensen zonder praktijkervaring in Den Haag, die niet weten hoe het in de praktijk gaat? Absoluut niet hoe het in de praktijk gaat. Als ik nu kijk naar passend onderwijs, hè, dat betekent dat steeds meer kinderen met een beperking. Bij de beperking of met een vraag in het voortgezet onderwijs terecht moeten komen. Nou, op zich is dat, lijkt me ook logisch, iedereen is, er is niemand op tegen.
Maar de praktijk werkt absoluut niet als je hier kinderen van 30, een klas van 30, daar kinderen inzet die of een vorm van autisme hebben, of een zware vorm van dyslexie, of soms niet slecht zien of slecht horen. En je hebt ze in de klas, dan is dat wars van alle praktijk. Los daarvan ook nog dat je daar het speciaal onderwijs, wat het heel goed doet in Nederland, daar een groot tekort aan doet. Nou, dat is weer zo'n maatregel waarvan ik u zal zeggen, over 5 jaar komt er een parlementaire enquêtecommissie en die denkt, wie heeft dit soort onzin bedacht? Ja. Nou, dat vind ik jammer. Je was ook wars van managers. En onderwijs, dat is toch managers tegenwoordig? Ik heb net gezocht, maar ik kon nergens kamers vinden met een bordje manager op de deur. Nee, hier staat nog gewoon rector en dergelijke op. Nou, ik ben niet wars van managers, maar ik ben wel wars van mensen die er niet meer toe doen. Mensen die het niet meer weten wat er in de praktijk te koop is. Ik vind dat, mijn kamer was hierachter, ik vind dat, dat ik elke dag wel eens met leerlingen moet praten. Niet omdat ik niet weet wat er met de leerlingen anders is, maar dan weet ik uitstekend wat er op school is. Ik moet elke dag wel eens een keertje in een docentenkamer zijn om te luisteren, om te weten wat er aan de hand is. Managers, nou ik noem rectoren zijn mensen die leiding geven. Dat is iets anders dan manager. Manager is uitvoeren, is alles efficiënt doen en effectief doen. Nou dat moet ook. En dan moet je ook met financiën rekening houden. Maar dat is het niet alleen. Dit is een mensenbedrijf en dan moet je met die mensen iets doen. En dat is veel moeilijker. Joey, je zit in het Nederlands team, waterpolo. Ik denk dat je meer in het water ligt dan dat je in de schoolbanken zit. Ja, 10 uur per week. Wat wil je bereiken later? Ja, Nederlands team. Blijven? Ja. Ja. Wat heb je er allemaal voor over, behalve heel veel uren trainen? Dingen voor school te missen en ja, veel reizen. Zit hier nou, als je het ziet, honkbal, basketbal. Is dat nou de top van de Nederlandse sport? Ja, ik denk het wel. Voor de toekomst dan, hè? Ja. Hey jongens, jullie hier met z'n drieën, jullie zijn het nieuwe Nederlandse team met honkbal, denk ik, of niet voor de toekomst? Zeker. Hoe heet jij? Henny. Jullie wonen ook allemaal ver weg, hè? Niet allemaal in Eindhoven. Ik in Den Bosch. Ik in Tilburg. Ja. Veghel. Veghel. En jullie komen allemaal naar het Joris, elke dag op en neer, om sport en leren te combineren. Ja. Is dat moeilijk? Ja, je moet er wel veel voor over hebben en toch alles voor opgeven. En bijvoorbeeld het weekend gewoon feestjes missen en zo. En jij, moet je veel feestjes missen? Ja, ik heb aanstaande zaterdag een babyshower en die moet ik dan voor een stuk missen. Maar... Ja. En jij ook alleen maar sport, geen leuke dingen daarnaast? Ja, af en toe wel, maar meer sporten als leuke dingen doen. Ja. En jij, jonge meid, je wilt toch uit en zo, maar dat kan dan niet, hè? Ja, nou meestal op zaterdag ga je dan naar de wedstrijd of zo, maar dat nee. Hebben jullie nou allemaal saaie levens of niet? Nee, juist niet, vind ik. Jij ook niet? Nee, jammer, je doet voor het Nederlands team, je hebt het ervoor over om toch je top te bereiken. En er komen ook allemaal leuke reisjes bij en zo. Zit er nu een talent op school van wie je zegt, die wordt het? Ja, er is een jonge man, die zit in de derde klas, die heet Rieke Stok. Die zwemt nu al alle records uit de boeken, zwemt harder als Pieter van Hogebrand op zijn leeftijd toen. Dus dat wordt, daar gaan wij nog op de Olympische Spelen iets van horen. Rieke Stok, onthoud die naam. Frans, je bent nu 2 maanden thuis. Hoe is het? Mis je de school? Nou, ik heb in ieder geval een bruine kop gekregen. Dus dat is één. Dat is gewoon... niet de griem van de... Dat is gewoon van in de tuin werken. Nou, ik vind dat wel lastig. Want het, ik noem dat altijd, het is mijn school. En dat was natuurlijk niet. Of mijn scholen. Ja. En omdat ik daar hard voor heb. En ja, ik vind dat niet makkelijk. Op zich voelt het wel goed. Maar je tuin ziet er al netjes uit inmiddels? Ja, ik heb allemaal dingen gedaan die ik nooit gedaan heb. En waarvan ik nu besloten heb ook nooit meer te doen. Iedere horizontaal hebben wij muziek uit de regio. En heel graag geven wij jong talent een kans. Nou, jonger kan bijna niet. Want we hebben Luna Jansen aan tafel uit Waalre. Zij is 14 jaar. Laatst hadden we trouwens Irene Dings. Die was 11 jaar. Maar die moest ook op tijd naar huis om naar bed te gaan. Maar jij bent net weer een paar jaartjes ouder. Fijn dat je er bent. Je hebt 2 hele mooie nummers uitgekozen om te gaan zingen. Maar even over jouw achtergrond. Je wil heel graag zangeres worden. Maar je zit op de middelbare school. 2 VWO. En hoe kun je dat combineren? Want je treedt wel eens op. Je hebt veel zangles. Hoe gaat dat? Ik na school zing ik veel. Of bij zangles. En dan zijn er van de zangles ook vaak veel optredens. En dat vind ik wel leuk om te doen. En... Ja, het liefst zou ik er wel iets mee willen doen, maar... Wat? Als zangeres, beroep. Ja. En wat zou je heel graag... Wat is nou jouw grootste wens? Als je s'avonds in bed ligt en je denkt van... Dat is mijn droom.
Ja, in het voorprogramma van Beyoncé staan. Ach ja, hè? Voor minder doen we het niet. Hè? Het voorprogramma van Beyoncé. Maar je hebt al heel goed gezelschap, want jij zit in de klas op het Van Maarland Lyceum bij Rijn van Duivenbode. En die is heel bekend, want die zit in Main Street. En dat is echt zo de hele dag handtekeningen uitdelen aan meisjes. Maar moet jij al aan jongens handtekeningen uitdelen? Nee, dat nog niet. Nee, ook niet op school dat ze een keer jou zo aanstoten van... Nee. Maar is het 2 VWO, dat is natuurlijk zwaar. Maar lukt het allemaal om het te combineren? Of zeg je van, ik ga liever iets anders doen en ik wil me helemaal op de muziek storten? Ja, het lukt goed. Het lukt goed. En je wil ook echt je school afmaken. Ja. Ja. En wat is nou de muziek die jij graag zingt? Meer ballad of pop. Ja. En van die rustige piano, die vind ik wel mooi. Die echte luisterliedjes. Ja. Schrijf je zelf? Nee. Nee. Je hebt 2 hele mooie liedjes uitgekozen voor het programma. Die ga je dadelijk zingen. Maar wat ik nog wou vragen, je wil natuurlijk meedoen aan, zei je ook, aan talentenjachten, heb je mij in het voorgesprek verteld. Maar je met 14 is dan een beetje moeilijk misschien, want je bent te oud voor Voice Kids en je bent te jong voor allerlei programma's die daar boven komen. Hoe is daar een oplossing voor? Nee, ja, een jaartje wachten, maar nu nog niet, nee. Nee. En je hebt wel het geduld om te wachten? Ja, ik ga nog gewoon verder oefenen. En dan, als het daar is, dan hoop ik... Je laat het op je afkomen. Ja. Ja. Nou ga je 2 hele mooie liedjes zingen. Die A-Team van Birdie. En dat is een cover van Ed Sheeran. Maar jij hebt voor de versie van Birdie gekozen. En waarom? Het is een iets andere toonhoogte, iets hoger. En een pianoversie gemaakt en dat vond ik wel mooi. Ja. Het is wel een triest liedje, hè? Een drugsverslaafd meisje wat helemaal fout gaat. Ja. Dan heb jij het beter, hè? Het VWO met een mooie toekomst voor je. Hè? En alle keuzes die er zijn. Oké. Ik wens jou dadelijk heel veel succes met het zingen. Dank je wel. Wie niet van herrie houdt, moet 1 en 2 juni beslist niet in Budel zijn. Want daar is het evenement Budel on Wheels met quads en buggies. Aan tafel de organisator Piet van der Wiel en naast hem zit René van Eert. U bent van motorclub De Camperrijders en u rijdt quad, heel fanatiek en wil ook in Dakar mee gaan rijden. Ik ga eerst naar u toe als organisator. Het is een motorclub, maar jullie zitten nou helemaal in de quads en de buggies. Hoezo? Ja, hoezo? Ja, vooral omdat de leden bij de club hebben die dus ook quads rijden. En ook zo eens een keer iets met quads gaan organiseren. Wat we al enkele jaren hebben gedaan. Ja. Alleen nou was het in verband met het Dakar-verhaal van nou kunnen we daar iets moois van maken. En hebben we besloten om er een 2-daags evenement voor te houden. Waarvan zaterdagsmorgens om 9 uur vanuit midden uit het centrum van Budel gaan. En 150 quads met kenteken een toertocht rijden. En op crossrijden gaan we wedstrijden organiseren met quads en met zijspannen. Mm. Dat is zaterdags. En zondags komen ook nog de buggies bij. Dus de echte buggies die ook in Dakar mee rijden. Die gaan dan ook daar wedstrijden rijden. En om het een beetje completer en mooier te maken voor iedereen. Gaan er s'avonds de echte Dakar trucs, waaronder die van Gerard de Rooij. Die gaan s'avonds het circuit op. En dan kunnen mensen mee rijden als ze het geluk hebben. Ja. U bent een echte quadrijder. Heeft u ook een motor gereden ooit? Ik heb vroeger motor gereden. Ja? Vooral. Ik heb thuis nooit rijbewijs mogen halen. Oh. Motor. Ja. Mijn quad had dat niet nodig. Ja. Dus u gaat... Zo is het geboren. Ja. Maar nou, ik begreep wel dat u het ook op hoog niveau doet. En u wil ook aan Dakar mee gaan doen. Wij zijn wel bezig met Dakar. Ja. Ik heb zelf ook nog 3 kinderen die rijden. Ah, ja. Alle 3. Dus ja, van daaruit. Ik had mijn kinderen in een andere buggy, maar jullie hebben op de quads zitten. Ja. En die rijden al vanaf zijn 3 jaar. Ja. Dus ja, daar wordt ook ingegoten. Ja. Nou, doen we er een beetje lollig over. Maar het is natuurlijk wel een hele zware sport. Het is niet zomaar iets, hè? Het is, Nee, je moet wel toch wel een beetje conditie hebben om mee te kunnen doen. En zeker in het circuit in Budel, want daar staat als echt een heel zwaar circuit bekend. Ja. Ja? Heeft u daar ook gereden? Zwaarder dan motorsport. Zwaarder dan motorsport, ja? En waar ligt dat aan? Omdat je gewoon heel veel... Sturen, het handelen van de machine. Ja. Het evenement, jullie hebben al vaker iets georganiseerd voor quads en buggies, maar nu wordt het wel heel groot. Ja, maar we zouden wel een keer een heel evenement van maken. En hoe kunnen we toch wel meer mensen aan die motorsport, om de quadsport ook een klein beetje in de publiciteit te brengen.
om dat toch te wat meer mensen naar het circuit te trekken. En hebben we gezegd van nou, we gaan eens kijken als we... Ja. En dat is gelukt, want er komen honderden deelnemers. Ja, daar gaan we wel vanuit. En zeker veel bezoekers. En we hebben er ook een klein beetje een sociaal aspect aan gedaan. Van, zijn de mensen die dus meewerken in Budel. Die doen een soort café. Dat zijn verstandelijke gehandicapten. Hebben een beperking en die worden er ook bij. Ja, die hebben we voor zondagmiddag uitgenodigd. En die blijven tot 's avonds bij ons op circuit. Die zijn dus eigenlijk als gast uitgenodigd. En ook die mensen die mogen dan een rondje mee op circuit gaan. Ja. Dus, Doet Nederland internationaal een beetje mee als het om quad en buggy rijden gaat? Ja, alleen daar wordt nooit geen promotie of bekendheid aan gemaakt. En waar ligt dat aan? Dat weet ik niet. Nee, maar het is ook zo'n klein landje. Hè? Je hebt ook toch een beetje ruimte nodig en het terrein. Ik vertel dat een Joey Maas al 10 jaar aan de top staat in Engeland en Duitsland. Ja. En Mike Vergrunsvent komt nu heel hard opzetten. Ja. Het zijn in Nederland geen bekende namen, buitenland wel. Alleen de quadsport in Nederland is eigenlijk pas een paar jaar. Motorsport bestaat al heel lang, maar de quads komen nu pas op. Ik associeer dat altijd quads met toerisme. Dat je zoiets huurt op je vakantie en dan eens op een eilandje gaat rondrijden of zo. Maar het is toch heel serieus. Ja, het is wel anders als je op een circuit gaat rijden. U noemt nou net een paar namen, maar hoopt u ook over een aantal jaren in die top te zitten? Of? Nou, ik niet meer, want daar ben ik veel te oud voor. Daar ga ik niet meer. Nee, maar... Echt niet. Maar ja, ik ga toch aan Dakar meedoen. Ik ga over een paar weken in Albanië. Ook met Alex Brussels mee. Naar Albanië, ja. Of all places. En daar, vorig jaar in Portugal geweest, ben in Marokko geweest. Want dat zijn de echte landen waar je een beetje uit de banden kunt, zeg maar. Dat is wel heel mooi, maar heel anders dan op crossbaan. Oké. Tot slot, ik neem aan dat jullie heel trots zijn op dit evenement in Budel, want dat zet Budel toch ook wel op de kaart, als je ervan houdt tenminste. Ja, je hebt er over half jaar was voor. Hè? Tuurlijk. En, ook voor deze sport gelukkig. Dus we hopen dat een hele hoop publiek de Budel trekt. Hoeveel dat er veel mensen komen kijken, want het staat af en toe nog wel eens in een negatief daglicht, de motorsport. Ja, want u zei nog tegen mij van tevoren van bijvoorbeeld de gemeente, hè, Kranendonk, die geeft allerlei vergunningen af. Ja. Logisch ook misschien. Maar ze zijn nog nooit komen kijken. Ze weten niet eens waarvoor ze vergunningen afgeven. We hebben ook de BMW van de gemeente uitgenodigd om als VIP bij ons aanwezig te zijn. En ook die hebben we uitgenodigd om en komen mee te rijden. Dat bericht moet ik nog krijgen, want ik heb maar ik heb vanmorgen pas officieel de uitnodiging bij op het gemeentehuis afgegeven. Oh, ja. Dus, en u biedt ze oordopjes aan. Nee, dat is niet meer nodig. Okay. Ze mogen echt genieten van de telegebeuren. Okay. Dus, heel veel succes en ik hoop voor jullie dat er heel veel mensen komen kijken en meedoen natuurlijk. Ja, dankjewel. Bedankt. Dit was Horizontaal 16. Bedankt voor het kijken. We hopen dat u met interesse heeft gekeken. Deze uitzending wordt volgende week herhaald. De volgende uitzending is op 13 juni. En deze die sluiten we af met Luna Jansen uit Waalre. Met een cover van Ed Sheeran van Birdie, The A-Team. Angels fly.
Thank you.